De landelijke distributie van de voedselpakketten voor personen die slachtoffer zijn geworden van wateroverlast zal gestructureerd plaatsvinden. Dit verzekert Stanley Dijksteel, algemeen adviseur van president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens een zaterdag gehouden Zoom-persconferentie drukte hij de personen die geregistreerd staan voor een pakket op het hart niet achter de distributievoertuigen te rennen. Want, zegt hij, het distributieteam dat met hulp van het Nationaal Leger opereert, zal huis aan huis gaan. We kunnen in de registratie missers maken, maar die worden gecorrigeerd. Wij willen ervoor zorgen dat als mensen komen om pakketten te leveren, dat u niet achter de trucks aanrent. Dat u niet achter de tonners van het leger aanrent. We komen huis bij de mensen die de pakketten nodig hebben. En u hoeft er niet voor te vechten, want we hebben gesignaliseerd, we hebben gesynchroniseerd, we hebben geregistreerd. Alles, u bent in aanmerking gekomen, dus u staat op de lijst, we gaan bij u stoppen en we gaan u uw pakket geven. En we hebben er in dit geval voor gekozen om in het pakket, want iedere keer zegt men weer, waarom zijn er geen binnenlandse goederen in het pakket? We hebben ervoor gekozen in dit geval om u een pakket te geven waarvan grotendeels bestaat uit een zak rijst van 25 kilogram. Omdat wij ervan uitgaan dat als je een gezin een zak rijst van 25 kilogram geeft, dat het gezin wel genoeg samen creatief is om ervoor te zorgen dat er brood of eten op tafel komt. De landelijke pakkettendistributie is afgelopen zaterdag van start gegaan in het district Koroni. Dit project kost de staat in totaal 44 miljoen SRD. Het ligt in de bedoeling dat de regering 80.000 pakketten zal verstrekken aan personen die slachtoffer zijn geworden van wateroverlast.